3, 2, 1, gaan we! Hey, zweer dat je me niet verraadt. Op het hoofd van je moeder. We moeten allemaal overleven. Ben je Italiaans? Nee, hoezo? Waarom zie je er dan uit als een Italiaanse jongen? Omdat ik artiest ben. We zijn op zoek naar nieuwe dieren. We willen optreden. Optreden, stom hoor. Wat doe jij dan met de viool op de rug? Het is voor de politie, Dommy. Denk ze dat ik straatmuzikant ben. Zien ze mijn handen niet in andermans zakken verdwijnen? Stijn is stom te lachen, man. Valt er me niet te lachen in het leven. Kom, Remy, er zijn hier geen dieren. We zullen iets anders moeten bedenken om de kosten te verdienen. Zakkenrollen. Zeg mij nou helemaal. Hé, hey, Makke. Je was geloof ik iets vergeten. Ik zie je nog wel eens. Remy! Hij heeft 50 centiem van me gejat. Ja, laat nou maar zitten. Remy, niet zo snel. Ik kan niet meer zo hard. Jij speelt mooi. Het is wel de bedoeling dat je geld geeft. Wat is dat? Hoezo, wat is dat? Wereldtentoonstelling Eiffeltoren. Gaat er nog geen lampje branden? Je draait aan een knop en je krijgt licht, Dommy. Ja, ja, aan een knop. Jij bent gek. Ligt Vitalis nu begraven? Hé, ik meende wat ik net zei. Jij speelt echt mooi. Zeg, neem jij je familie in de maling? Heb ik niet. Jij? Oh, ik heb in Italië nog een moeder wonen. Huh? Misschien ga ik er nog eens naartoe. Dat moet je zeker doen. Ja, dan ga ik maar eens. Mijn geld. Oh nee, ik ben mijn geld kwijt. Kocht je dit? Ik dacht dat jij dat ja, soort zaken niet meer. Ja, ik wil alleen nog even kijken of ik het kon. Gek. Kom, Capi. Geld verdienen. Hé, hey, hoe heet jij eigenlijk? Remy. En wat doet Remy voor de kost? Zingen, op bruiloften. Moet geld hebben voor een koe. En wat moet Remy met een koe? Die is voor moeder Barberin. Wie is moeder Barberin? Ik moet nu echt gaan werken, want anders dan is iedereen weg. Nou, zal ik dan met je meelopen? Dan speel ik viool en dan zing jij. Mijn best. Ja, en nog even over die koe, hè? Ja, dat vertel ik je onderweg dan. Naar de regering meedeelt, is onze Franse veeteelt van wonderlijk uitzonderlijk belang. Dus gaan in groene weidjes, bij alle boerderijtjes, de pronte bonte koeien braaf een gang. Ze kauwen en herkauwen, ze volgen met vertrouwen, een trouw zeg maar vrouwelijke drang. Die runderen ziet glunderen, bedenkt zichzelf niet lang, die loeit meteen een feestelijk gezang. Een koe, 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 een koe. Die levert pensen, zwezerik en biefstuk en ragout. Die geeft je botermelk en kaas tot eieren aan toe. Dat koetje, 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 boe. Wauw, met dit erbij wel 24 frank. Dat is 12 voor jou, Remy. Hey, hoe duur is zo'n koe eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Maar we hebben in ieder geval nog niet genoeg. Ja. Nog even doorzetten. We moeten iets bedenken, wat geef ik ten geschenken, terzijde tijd aan moeder Barbarin. Ze houdt van echte boter en melkt de witte moeder, van brie en camembert en van boussin. Maar jongen lief, dan moet je beleggen in een koetje, dan gaan we naar de markt in Saint-Martin. Zo'n prachtige en drachtige filet américain, bij moeder Barbarin in de jardin. Een koe, moeder Barbara, geen wijn en geen bijzoen. En geen kleren, nee, ik weet al wat ik doe. Van koetje, 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 boe. Wauw, wat een hoop geld. Heb je ooit eens zoveel geld bij elkaar gezien? Moet je zien. Ja, dan zeggen ze dat geld stinkt. Nou, wat mij betreft, het ruikt prima. Ik wou dat Vitalis ons kon zien. Met hem zou de hele wereld aan onze voeten liggen. Oh ja, en dan kon je een hele boerderij voor die moeder Barbara kopen. Ik ben blij dat ik met jou mee ben gegaan. Ja, straks ga ik met jou mee. Hoezo? Als we bij moeder Barbara zijn geweest, dan gaan we naar Italië. Jouw moeder opzoeken. Mijn moeder? Meen je dat? Nee. Ja, natuurlijk. Oh. Ik zou met Vitalis naar Italië gaan. Is het mooi?
is Italië mooi, vraagt hij. Italia, el bellissima, el paese più bello del mondo. En hoeveel geld hebben wij nu eigenlijk? Precies 84 frank. Dat is 40 om naar Italië te gaan, 40 om een koe te kopen. En dan kunnen we vanavond uitgebreid gaan eten. Mooi, want ik heb honger. Ik ook. Een koe. Met bovenop twee horens en van onderen poe poe. Een uier als een omgekeerde roze mond af toe. Van koetje boe. Een koe. Zo'n wonderlijk op poten met dat zalige geloei. Dat schept een mens tot dankbaarheid, je roept merci beaucoup. Van koetje boe. Dag meneer, wij zijn op zoek naar een koe die goed melk geeft. Kunnen wij die krijgen voor 40 frank? Krijgen doe je niets, kopen is andere koe. Koek, mijn allerbeste melkkoe kost 75 frank. Heb je wel zoveel geld bij je? Nee meneer, maar het is voor mij maar. Maar ik heb maar 40. Bemoei je er niet mee. Meneer, 55. 70. 60. 65 lager ga ik niet. 60 zou je dan ik niet zei... koe van mij. Nou vooruit. Heb je eigenlijk wel genoeg geld bij je? Zeg, ik sta hier een koe te kopen zonder dat ik geld bij me heb. 5, 10, 20, 40, 60. Wees er maar zuinig op. Het was mijn allerbeste koe. Ja. Kom. Hé, maar Mattia, dat was wel jouw geld. Dat was om naar Italië te gaan. Nee, dat geld was om een koe te kopen. En die gaan we nu wegbrengen. Kijk niet zo zuur, we hebben nog geld overgehouden. Ja, maar jouw moeder... Ja, zo gaan die dingen, Remy. Okay. Pak die koe nou maar. Ja, oké. Okay. Hé, hey, ik ken jou. Hoe heet jij? Hoezo? Mattia. En jij bent toch niet van de politie, hè? Ik heb toestemming om op straat klassiek te spelen. En ik speel echt alleen maar klassiek. Echt alleen maar klassiek. Rustig, rustig nou maar. Jij vond optreden toch stom? Jij had die viool toch alleen maar om de politie af te leiden? Zodat ze je handen niet in andermans zakken zien gaan? Hé, hey, met dat soort zaakjes hou ik me niet bezig. Jij weet echt niet wie ik ben, hè? Ik krijg nog 50 centiem van je. 50 cent... Oh, wacht eens even. Ja, dat zijn die ontzettend stomme Italiaanse kleren. Jij was toch met die oude man? We zijn die avond de stad uitgegaan.